Vandaag in 't is wat. Eindelijk een overwinning voor voetbalclub Iraqi Lions. Jan Peter tussen Toet Journalistiek Nederland. Ik weet niet wat jij doet voor iets, maar ik ben wel benieuwd. Wat ik doe? Ja. Maar nu eerst de battle. Ga maar naar huis, Misha. Ga naar huis. Gaat toch niet lukken. Echt niet. Zag je net hoe poenerig die Anita aankomt rijden met de dikke bak? Op zo'n manier wint ze die battle natuurlijk nooit. Dus dit wordt een eindje. Ik ga hem winnen. Anita, goedemorgen. Wij gaan de battle doen wie voor 10 euro het mooiste pak van de jaarmarkt kan halen. En heb jij dat tientje bij je? Ik heb dat tientje bij me. Jij ook? Ik ook. Ja, je ziet het goed. Het is wat verslaggever Misha gaat de strijd met radiocollega Anita aan. Wie kan op de Alphense jaarmarkt voor 10 euro'tjes de mooiste outfit aanschaffen? Kosten deze jassen? 2 euro. 2 euro? Ja. Ik bied 1. Nou, hier. Ja. Knap jasje voor 1 euro. Alsjeblieft. Hey, gaat goed? Kijk eens, het gaat om huis. Een klein tasje hoor. Mij gaat voor mij. Mijn tas is veel groter. Wat deze kosten? 1 euro. Ik bied er 50 cent voor. 1 euro. Nee, dan houd het op. En dan is het tijd voor het moment suprême. Wie is de winnaar van deze West Battle? Het hardste applaus, dat is de winnaar. Laten we dan met de dame beginnen. Het applaus voor Anita. Dan het applaus voor Misha. Ik denk dat je gewonnen hebt door de sloffen. Dat lijkt mij heel duidelijk, ja. Je hebt door de sloffen gewonnen. Jarenlang had het eerste team van voetbalclub Real Zoetermeer, de Iraqi Lions, de dubieuze titel van slechtste voetbalteam van Nederland. 5 jaar lang wonnen zij geen enkele wedstrijd. Tot afgelopen zondag. Gisteren kwam het team voor het eerst weer bij elkaar naar een glorieuze overwinning. Hoe is het nou, Anton, na zo'n heftige zondag? Oh, het was niet heftig, het was plezant. Ja? Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, want? Kijk, we hebben na zoveel jaar hebben we eindelijk gewonnen. We hebben een gedisciplineerde groep. Hè? We hebben nu voetballers, dus we tellen weer mee. Er kwam zoveel bij los. De afgelopen 3 jaar zijn we op zoek naar een eindelijke vaste plek in de 4e klas, standaard tegen een titelkandidaat. Nou, en dan ga je winnen met 2-1. Echt ongelooflijk. De Iraqi Lions bestaat overwegend uit spelers uit Irak. Trainer Douglas Aziz speelde in Irak in het nationale voetbalteam. Nu reist hij 3 keer per week van Arnhem naar Zoetermeer om het team te trainen. Hij heeft aangegeven dat hij het doet met plezier. Het is een oud international van Irak. Die man staat behoorlijk hoog in aanzien. En ja, hij doet het gewoon. Dat hij ons traint is echt ook een soort droom die uitkomt. Want het is een grootheid in ons land. Is de trainer erg gelukkig als je dat zo ziet? Is het een andere man sinds zondag? Ja, sowieso. Ja? De winning is altijd gewoon. Ik bedoel, niet alleen die trainer, maar met de gasten. Ja, het is jammer dat jullie waren niet zondag. En je was er gewoon echt een feest gewoon. Ja, dat is echt de winning. En die trainer was je bijna aan het huilen. Het is echt de winning van hem. Alle lof voor de trainer. Maar is de trainer ook een beetje trots op zijn team? Ja. When the team played good and it was a good result, I hope that the coming games will be better, I think. When we are training and playing, the standard of the team is going better and better. Straks in 't is wat. Het is hard werken voor de volkstuinders van de Schoffel.
zijn er veel, Saski. Er waren inderdaad veel cameraploegen gisteren op het Binnenhof. En natuurlijk stond onze politieke verslaggever Jan-Peter ook te wachten op de Gouden Koets. Tussen Toet Journalistiek Nederland. Nou, hij geeft ons een tip voor mij. Ja, je moet heel veel dingen zeggen waar ze heel erg van schrikken. Die eigenlijk helemaal niet kunnen. Ja, je moet eigenlijk als je een goed plekje hebt ergens, dan moet je er eigenlijk nooit meer weggaan. Kijk, het is hartstikke druk en straks ben je dan wel je plekje kwijt. Logisch. Dat is logisch. Hoe kom je aan die zo'n gelante hoed? Die heb ik in de uitverkoop gekocht bij de Bijenkorf. Goeie combinatie. Dankjewel. Die ziet er goed uit. Ja, je moet wel pittige vragen stellen. Pittig. Ja, pittig. Okay. Ja, je mag wel een beetje brutale vragen stellen. Oké. Ben je zwanger? En hoe voelt het om zwanger te zijn? Ja, hartstikke mooi. Mag ook mee naar de zaal. Zonder kaars. Die heb ik even. Mooi, hè? Moet ik aanzitten? U bent van TV West? Ja, ik ben van TV West. Wat leuk. Tesla's. Hartstikke goed. Je ziet er goed uit. Dankjewel. Maar ik vraag me juist wel. Hallo. Vind je niet stel? Nee, het is een hele goede vriendin van mij. Goeie maar vind je niet dat zij er fantastisch uitziet? Ziet er zo mooi uit. Dank u wel. Kijk je mooi. Dank u wel. Oh, daar gaan we. Nou, dat is goed van. Ja, hè? Ja. Hey, het is best als je toch een hele brutale vraag stelt, om die gewoon met een glimlach te stellen. Ah. Maar als je dan op tv kijkt, denk je, oei, dat je dat durft te vragen. Ja. Meneer, mag ik even wat vragen? Ik weet niet wat jij doet voor iets, maar ik ben wel benieuwd. Wat ik doe? Ja, ik heb niet tegen zwart. Nee, maar u had liever kleur gezien. Of kleur of zo, maar er zit wel een mooie kijkgaten. Ja, er zit heel mooie kijkgaten, ja. Een mooi bloemetje erop. En toen was het gouden moment daar. Hoog. De muziek. Het ziet er heel mooi uit, zoals je ziet. Echt wel goud. Ik denk dat het een koningin is. Beatrix. Ze gaan nu juist naar boven. Naar de ridderzaal. Echt heel mooi. Schoffel, een volkstuinencomplex in Rijswijk. Op deze plek vinden de tuinders hun rust, vrijheid en vrienden voor het leven. Maar er hangt een donkere wolk boven hun hoofd. De tuintjes moeten misschien wijken voor nieuwbouw. Deze week in Tis Wat, het wel en wee van de tuinders op de Schoffel. Ik ben altijd heel druk ermee. Ik zou het liefst eigenlijk met mijn blote handen doen. Maar met je handschoenen gaat beter, anders krijg je ze niet meer schoon. Dit is Riet te winkel. Nou, en dan zit ik weer even en dan zie ik weer wat en dan spring ik weer op. En dan moet het er weer even uit. Je kunt niet stilzitten. Eigenlijk niet, nee. Nee. En dit is Riets man Rob. Ja, met dit weer en lekker krantje. Straks weer een kopje thee, dan vermaak ik me wel hier zo. U laat zich graag in de watten leggen door uw vrouw. Ik laat me graag in de watten leggen, ja. Heel eerlijk, hè? Wie van jullie vindt de tuin nou het leukst? Ik. Terwijl Rob zijn krantje leest, schoffelt Riet al 35 jaar het hele tuintje in orde. En dan zijn we hier en dan zeggen we, zullen we blijven eten? Ja, halen we de sla eruit en beentjes. En wie doet dat dan? Ja, ik. Bent u een goede kokin? Oh, ik kan wel lekker koken. Ja, dat gaat wel. Ja. En vindt uw man dat ook? Ja, die eet alles wat ik klaarmaak. Ik zeg regelmatig, ook als we thuis zitten te eten, meid, je gooit je eigen ruiten weer in. En waarom, zegt ze dan? Ik zeg, nou, zoals jij kookt, heb ik geen zin om geld uit te geven in een drie-sterrenrestaurant. Want dat is me de prijs niet waard. Je moet toch wat te doen hebben, hè? Ja. Kijk je alleen maar hoe alles groeit en bloeit en... Ja. Ja, maar u kijkt niet. U bent de hele tijd hard aan het werk. Ja, maar ik kijk wel. En ik spreek ze ook allemaal toe, hoor. En dan zeg ik, nou, hebben jullie weer goed gedaan, jongens. Hebben we dadelijk weer lekker wat op ons brood. En als we naar huis gaan, dan zeggen we, nou, het ligt er weer netjes bij. Kunnen we weer naar huis.
En dan komt Rob ook in beweging. Eens of eens dan komt er een einde aan de dag. En dan mag ik in actie komen. Dan is het afdrogen en naar huis. Wat ga je doen als straks deze tuin weg moet? Ja, ik geloof dat mijn vrouw wil wandelen. We gaan fietsen, we gaan nog meer met vakantie. Zie je het zitten? Als het aan mij ligt niet, maar als het moet. Morgen in de schoffel, meneer Flink. Hoe lang kan hij zijn tuin nog behouden? Ja, je ziet er een stuk beter uit dan vorig jaar. Ja, het was bijna gebeurd met Leen. En een keer dacht ik weer van, hij is vanmorgen. Ik krijg dadelijk een briefie. Ja. En tot slot, Rashagenees Siem de Wit, die overal een mening over heeft. Hey Siem, ja. De herfst is officieel begonnen. Waar verkleur jij van? Waar ik van kleur? Van alle ellende wat er in dat land aan de hand is hier. De armoede en de troep die er aan komt zitten, daar verkleur ik van. Dat de mensen hoe langer hoe armer worden en de rijken alleen maar rijker. En dat is altijd zo geweest. Maar het wordt nu toch wel heel erg. Daar verkleur ik van. Dat was hem dan weer. Ook wat? Stuur een mail naar tiswat@omroepwest.nl en ik zeg tot morgen! Yeah!